Matthew Steenvoorde, het seizoen is begonnen, maar een bizarre wedstrijd. Ja, het seizoen is begonnen, maar ik denk dat het in de tweede helft was begonnen voor ons. Want de eerste helft sloeg helemaal nergens op van onze kant. Was het een valse start deze eerste helft? Ja, zo kan je het wel zeggen. We waren overal te laat. Zo goed waren ze eigenlijk niet, dachten we. Maar we zijn wel eerst al weggetikt. Wat gebeurt er dan in de rust, dat het zo kan omdraaien naar rust? Ja, dan zetten we wat om dat ze minder kunnen voetballen. En dat wij meer in de duels komen, want wij waren in de duels wel sterker. Maar dan moet je wel in de duels komen. Daar was eerste helft geen sprake van. En tweede helft hebben we denk ik goed omgezet. Alleen ja, we belonen ons niet. Kun je echt spreken over twee totaal verschillende helften? Eerste, nou ja, kansloos. Tweede, hebben jullie ook echt wel gewoon kansen gehad om de wedstrijd nog om te draaien? Ja, zeker. De tweede helft was heel anders. Met het publiek erachter naar het publiek toe. Dan, maar ja, een wedstrijd heeft twee helften, dus ja, je hebt er eigenlijk niks aan. Het resultaat is net als vorig seizoen hetzelfde. Je begint met een nederlaag en zit een zware uitwedstrijd ook direct aan te komen, denk ik. Zeker, ja. Vorig jaar verloor je uit 2-1, volgens mij, bij VVV. Ja, ja, nu moet je naar de Graafschap uit, maar ja, het is ook wel weer mooi om het recht te zetten allemaal. Je bent verdediger, maar je maakt een doelpunt en je was eigenlijk gewoon de gevaarlijkste man van Cambuur vandaag. Ja, ja, dat zegt denk ik ook al genoeg voor de wedstrijd, denk ik. Als verdediger zijnde, maar ja, het is altijd mooi maar, voor de wedstrijd, maar schiet er niks mee op, nee. Vorig jaar kregen jullie veel doelpunten tegen uit standaard situaties. Nu scoren jullie eruit. Trainen jullie er ook meer op? Ja, we trainen er veel op. Elke dag bijna eigenlijk met de corner. We hebben een paar varianten waar we dan een hele training eigenlijk bijna op trainen. En na de training doe ik wat kopballetjes met Marvin erbij. Dus ja, het is mooi dat het nu al uitpakt in de eerste wedstrijd. En ben jij met je lengte een van de belangrijke mensen, denk ik, hier bij die corners? Ja, zeker. Dan ben je gevaarlijk, ja. Volgende week kans op revanche. En dan moet het echt gaan beginnen, denk ik, hè? Ja, dan moet het vanaf de eerste helft al beginnen.